Welkom bij Geldzaken. Ons land kent honderden families met een vermogen van vele miljoenen. Maar het spreekwoord is echt waar, geld maakt niet altijd gelukkig. En vooral het doorgeven van het geld aan de volgende generatie stuit nog wel eens op problemen. Raymond Kamp deed daar onderzoek naar en schreef er het boek De Gouden Rugzak over. En hij zit hier bij mij aan tafel. Raymond, welkom. Dankjewel, Janneke. Ja, je hebt het onderzoek niet alleen gedaan, je hebt het samen met je collega gedaan, Marijke Kuipers. Ja. En met een hoogleraar Ad Kil. Dat klopt. Maar Marijke, die zou erbij zijn vandaag, maar die was helaas ziek. Ja, dat is heel jammer. Ik had er graag bij willen hebben. Ze is een goede zakenpartner en ook zeer deskundig. Dus die kan ook mooie verhalen. Maar zo met jou alleen gaat het ook, hè, vandaag goed komen. Ik durf het aan met je. Ja. Met jullie bedrijf, wat je ook samen hebt met Marijke, Guidato Family Office, adviseren jullie vermogende klanten, vermogende mensen. Dat klopt. Hebben mensen met veel geld eigenlijk advies nodig? Ja. Nou, dat is een goede vraag. Het eerste is natuurlijk, wat doen wij nou in de praktijk? In de storm van de financiële crisis in 2008 hebben Marijke en ik Guidato opgericht. Voorheen was Marijke bankier, private banker, en ik was fiscalist. En Marijke en ik kennen elkaar van Mees Pierson, de private bank. En in de praktijk houden wij dus ons bezig met twee type diensten. De eerste type dienst heet de organisatie van het vermogen. Vermogensregie met een ander woord. En dat kun je eigenlijk wel vergelijken met het zijn van een hoofdaannemer. Stel je voor dat je gaat verbouwen in je huis. Dan heb je een loodgieter nodig en bijvoorbeeld een tegelzetter. En stel je voor dat de tegelzetter aan de slag wil, maar de loodgieter is nog niet geweest. Nou, vergelijk het dat je een vermogen hebt opgebouwd, dat je een onderneming hebt, je hebt een aantal vermogensbeheer. Maar waarom zou een rijk iemand, die heeft toch in mijn ogen duidelijk verstand van geld, anders kwam je niet aan zoveel geld. Dat klopt. Waarom heeft hij nog advies nodig over geld? Nou, in feite hebben ze weinig tijd en interesse in die vermogenszaken, in die financiële zaken. En het is natuurlijk heerlijk om dat dan uit te besteden en goed te laten regelen, zodat je vermogen eigenlijk wordt geregeld alsof het een onderneming is. Ja. En dat doen dus veel van onze cliënten. En daarnaast werken we ook voor erfgenamen. En stel je voor dat je een erfenis krijgt, dan zie je dat er moet je heel veel beslissingen nemen. Je moet praten met banken, je moet praten met een notaris of met een fiscalist. En heel veel erfgenamen zeggen, goh, help mij alsjeblieft, ik overzie het niet. Ik moet allerlei besluiten nemen, maar wat moet ik doen? Ja, die hebben daar eigenlijk heel weinig verstand van. Dus. En kennelijk is er heel veel behoefte aan het boek wat jullie hebben geschreven. De Gouden Rugzak staat ook bij, handboek voor vermogende families. Ja. Want jullie verkochten al ruim 2200 exemplaren. Dat klopt. Zijn dat nou allemaal rijke stinkers die zo'n boek nodig hebben? Nou, wat we zien is dat vorig jaar is het boek verschenen. En we hebben 2 jaar lang onderzoek gedaan en we hebben 2 jaar lang geschreven aan het boek. Dus het is een 4-jarig project geweest. En veel particuliere vermogende mensen, erfgenamen, kopen het boek. En de feedback die we er krijgen, we krijgen soms prachtige e-mails. Het was een feest der herkenning. Dus we voelden gewoon een herkenning van alle verhalen en gebeurtenissen. Maar daarnaast wordt het ook gelezen door adviseurs. Adviseurs die een inkijk krijgen in de wereld van opgroeien in een vermogende familie, erfenissen en leven met geërfd vermogen. Dus ook voor de adviseurs, die kunnen ook nog wat leren uit het Absoluut. Samen met Ad Kil, hoogleraar aan Nijenrode, deden jullie onderzoek naar de overdracht van grote familievermogens. Dat klopt. En daarvoor spraken jullie onder andere met 18 erfgenamen, uitgebreid. Ja. Waren ze allemaal direct bereid om mee te werken? Ja, deze 18 erfgenamen, dat waren 7 vrouwen en 11 mannen, variërend van de tweede tot met de 9e generatie vermogend. En de belangrijkste reden voor hen om aan het onderzoek mee te werken is dat ze wel nieuwsgierig waren hoe het bij andere families was geregeld. Hoe het was om daar op te groeien, hoe zij het erven hebben ervaren en het leven met het geërfd. En hadden zij er geen problemen mee om over geld te praten? Want ze in Nederland niet dan, hè? Dat klopt. Nee, absoluut niet. Ze vonden het juist wel fijn. Sommigen vonden het, die luchten ook echt hun hart. Dus je moet je voorstellen dat we dus over 3 onderwerpen hadden wij vragen gesteld. We hadden echt een expliciete vragenlijst gemaakt over hoe is nou om op te groeien in een vermogende familie. Wat betekent dat nou om onderdeel te zijn? Hoe waren ze nou voorbereid op die erfenis? Werd er gesproken over vermogen?
vermogenszaken en over geldzaken. Ja. En, maar praten ze daar openhartig over? Want in jouw boek zijn ze allemaal geanonimiseerd. Dat klopt. Een hele belangrijke reden voor hen om mee te doen is, en ook echt hun verhaal te vertellen, is dat het verhaal bij ons veilig was. Dus Marijke en ik zijn de enigen die het weten. En dat we vervolgens alles hebben geanonimiseerd. Maar dat is in Nederland dus helemaal niet gebruikelijk om te vertellen of trots te zijn op hoeveel geld je hebt? Nou, ik denk dat het meer een fenomeen is wat je in Amerika ziet. Een Amerikaan die verleent een hoge eigenwaarde aan het vermogen wat ze hebben opgebouwd. In Nederland hebben sommige ondernemers vinden het ook fijn, ontlenen ook een identiteit aan het vermogen dat ze hebben opgebouwd. Maar praten over vermogen en wat je hebt, en dat dan zeker in familieverband, dat is lastig. Ja, wat mij opviel aan het boek, het is eigenlijk, je zou denken dat als je flink wat geld hebt, dat dan eigenlijk al je problemen zijn opgelost. Maar wat opviel in het boek was echt dat er behoorlijk wat erfgenamen eigenlijk helemaal niet zo gelukkig mee waren met hun erfenis. Nou, dat klopt. Als je kijkt expliciet naar het onderzoek, hebben 18 erfgenamen geïnterviewd. En 2 van hen waren goed voorbereid op dat vermogen. En dat betekent dat hun leven niet anders was voor in vergelijking met naar de erfenis. En dat betekent dus dat de 16 van de 18 last hadden van bepaalde obstakels. Ja, want wat zijn dan de schaduwkanten van het hebben van veel geld? Want ik kan me er niks bij voorstellen. Nou, sommigen ervaren emotionele hobbels. En dan moet je denken dat sommigen zich schaamden voor een erfenis. Waarom heb ik die erfenis gehad en bijvoorbeeld niet mijn vriendin? En we denken ook aan zingeving. Sommigen vonden het echt heel moeilijk om hun leven weer op de rit te krijgen en zin te geven omdat ze het groot vermogen hadden. Of obstakels in de erfenis. Stel je voor, Janneke, dat je een grote miljoenenerfenis krijgt en de inkomsten uit jouw erfenis zijn al 4 keer zoveel als het salaris van jouw partner. Dat heeft impact op je relatie. En dat zagen we. Zagen jullie dat ook? Ja, dat klopt. Want als je een relatie hebt met iemand die veel meer geld heeft dan jij, of andersom. Je moet je bedenken dat inderdaad, we leven nog steeds in de wereld dat de man, zoals de Engelsen prachtig zeggen, de main breadwinner is. Dus dat is het maatschappijbeeld waar we nog steeds in leven. En dat het nog steeds lastig is als je echtgenote meer verdient of veel meer vermogen heeft. Dus dat heeft invloed. En dat zie je dan met name in de financiële huishouding. Dus stel je voor dat je in een huis woont en het dak moet voor een ton worden gerepareerd. Wie gaat die rekening oppikken? Ga jij dat dan doen, omdat jij dat vermogen hebt? Is dat vanzelfsprekend? Of is het logisch dat je partner ook een duit in het zakje doet? Ja, dat zijn natuurlijk hele moeilijke vragen. En bijvoorbeeld schamen over de erfenis. Waarom zou je nou schamen voor je erfenis? Ja, dat is prachtig. Iemand die we geïnterviewd hadden, die zei van, nou, je moet ook een beetje aanleg hebben om te schamen. Dus het hangt ook nog een beetje dus samen met het karakter wat je hebt. Maar dat heeft gewoon vooral mee te maken met dat je het een vervelend gevoel vindt dat je dus een meer vermogen en meer situatie zit dan anderen. Dus je ziet dat anderen het minder breed hebben. En dat lot trek je dus aan. Ja, en als kind van rijke ouders, als je nog echt kind bent en het geld zelf niet hebt, dan weet waarschijnlijk wel iedereen dat je behoorlijk rijke ouders hebt. Val je dan soms ook buiten de groep? Nou, dat zie je eigenlijk ook naar de titel van het boek. De titel is De Gouden Rugzak. En dat is gebaseerd op een verhaal van een erfgename die hadden we geïnterviewd. En zij was toen een jaar of 13, ze zat op de middelbare school en ze fietste naar huis. En toen kreeg ze allerlei opmerkingen van kindjes die ze niet kenden, die op die school zaten, van, hé, moet jij geen gouden rugzakje? En er waren kinderen, wiens ouders in het familiebedrijf, in het grote bedrijf van de opa werkten. En toen ze op de weg terug naar huis reed, toen voelde ze zich daar heel erg over. En ik van, hoe kan dat nou, waarom doen de mensen zo naar tegen me? En je ziet dat die druk van de buitenwereld. Dus dat kan ook nog weer een reden zijn om gepest te worden. Dat klopt. Wel heel bijzonder, sta je niet bij stil. Ja. Wat doen mensen eigenlijk, rijke mensen, met hun leven? Want ze hoeven waarschijnlijk niet meer te werken. Nou, dat is wel grappig dat je het zegt over werken. Werken is eigenlijk een wondermiddel. En het is fijn als er natuurlijk vermogen is. Het vermogen kan natuurlijk zijn in een bedrijf. En je kan natuurlijk, het bedrijf kan zijn opgezet door je opa of je oma of door je vader of je moeder, door je ouders. Dus dat geeft wel weer een kans om in het familiebedrijf of in het bedrijf van je ouders te werken. En werken is heel belangrijk gewoon voor het gevoel van eigenwaarde. Want wat we bijvoorbeeld zien is dat voor het gevoel van eigenwaarde fijner is om een auto bijvoorbeeld met je eigen salaris te kopen dan met het geld van de erfenis. Ja. Omdat het beter voelt. Je hebt er zelf voor gewerkt. Ja, en jullie hebben ook met iemand gesproken, dat las ik in het boek, die niet helemaal meer wist wat hij aan moest met zijn leven. Omdat hij
toch eigenlijk niet hoefden te werken. Oh, je doelt zeker op het verhaal dat iemand zat thuis op de bank en zijn kind kwam thuis en hij vroeg aan zijn dochter van goh, en hoe was het op school en wat heb je gedaan? En ja, we hadden de meester en die vroeg van, ja, aan iedereen van wat doen je nou als ouders? Ja, en wat heb je toen gezegd tegen de meester? Nou, niks. Je zit thuis en je drinkt whisky op de bank als ik thuis kom. Ja. Ja, en toen zei hij van ja, toen kwam ik wel even in een dalletje. En dus dat geeft het ook aan. Het is dus even lastig, hè? Je hebt dat vermogen en wat ga je doen? Ja, wel een dalletje, maar het klinkt toch eigenlijk gewoon als luxe problemen. Het is een luxe probleem, dat klopt. Maar je moet wel bedenken dat als er vermogen is opgebouwd, dat het de grote verantwoordelijkheid is. Die erfenis. Je krijgt een erfenis en je hebt gezien wat je ouders of je grootouders voor hebben gelaten. Er zitten allerlei. Ja, want op welke komt er een erfenis of komt het vermogen altijd in de familie doordat iemand ooit een bedrijf is gestart? Ja, het klopt. Kijk, het ondernemerschap is natuurlijk de bron van het creëren van vermogen. En soms gaat het natuurlijk al generaties terug, maar soms kan het al veel recenter zijn, omdat je vader of moeder een bedrijf hebben opgebouwd. Ja. En het luxe probleem of al die problemen komen dan eigenlijk voort uit dat jij een soort verantwoordelijkheid gaat voelen om dat geld te behouden of het bedrijf te behouden? Kijk, hoe zit het is, ik denk ook vaak even in, je benoemt het problemen, maar ik zie het ook even als kansen. Want laat vooral ook eens, kijk, problemen uitdaging, of uitdagingen kant is de ene kant. En die uitdaging zit er met, er is iets opgebouwd. En ze zouden graag willen dat het in stand blijft en dat er dus meerdere generaties kunnen gefaciliteerd kunnen worden en kunnen profiteren in de positieve zin van het vermogen. Maar de kansenkant is dus dat je het in staat kan stellen om dingen te doen die er voorheen niet mogelijk waren. Ja, zoals? Nou, stel je voor dat je een ondernemersidee hebt. Dan heb je dus vermogen achter de hand om het idee te kunnen uitvoeren. Het maakt het even wat makkelijker. Dus je hoeft niet naar een bank of andere manieren om geld aan te trekken. Dus het is makkelijker om bepaalde ideeën tot leven te brengen. Ja. Sommige mensen die worden miljonair doordat ze bijvoorbeeld de loterij winnen. Ja, dat klopt. Begin dit jaar zijn er weer is een aantal mensen... Precies, de jackpot gevallen. Precies, dat klopt. De jackpot is weer gevallen. Ja. Is dat een beetje te vergelijken met het krijgen van een erfenis? Ja. Je moet bedenken dat het grootste verschil tussen een erfenis en een loterijwinnaar is dat er natuurlijk een emotionele verhaal zit aan een erfenis. En dat ontbreekt natuurlijk bij een loterij. Het komt soms echt uit de lucht vallen. Ik zie mensen altijd wel heel blij zijn. Dat is ook een emotie. Ja, dat klopt. Nou, dat is ook waar. Maar er zit natuurlijk een emotionele lading, een verhaal aan een erfenis. Je vader, je moeder, je opa, je oma, die heeft via het ondernemerschap of een bedrijf of een goede investering iets gedaan. En aan die erfenis zit dus een grotere verantwoordelijkheid. Die wordt ook vaak overgedragen. En dat ontbreekt, dat hele emotionele lading en het verhaal uit het verleden, dat ontbreekt bij een loterij. En om je voorbeeld te geven wat een erfgenaam uit het boek zei, ik wil niet de loser zijn die het vermogen opmaakt. Dus je voelt een grote verantwoordelijkheid. En dat zeggen ze ook. Als controlevraag, als laatste vraag van ons onderzoek zeiden we, stel je voor dat je twee koffers een keuze kan maken. Een koffer met een erfenis en een koffer zonder erfenis. Welke koffer zou je kiezen? De koffer met of zonder erfenis? En dan zeggen de meesten zeiden, ik kies de koffer met de erfenis. Maar het is wel een zware koffer. Ik voel een zware verantwoordelijkheid om mijn schouders, om er goed voor te zorgen. Om ook weer te zorgen dat het doorgaat naar de volgende generatie. En om er verantwoordelijk mee om te gaan. Ja, want het overdragen, om te zorgen dat het doorgaat naar de volgende generatie. Mm-hmm. Hoe gaat dat? Want worden toekomstige erfgenamen wel goed voorbereid omdat zij dat geld straks zelf moeten gaan beheren? Ja, in de praktijk blijkt, en ook uit ons onderzoek, dat het gewoon slecht is. En wat je ziet, dat ik noem dat de oude wereld. In de oude wereld van de vermogensoverdracht zie je dat fiscale en juridische structuren centraal staan. Dus dan gaat het om de vermogensoverdracht tegen zo weinig mogelijk belasting. Maar in de nieuwe wereld komt daar volgens ons een extra element bij. En dat is verantwoord erfgenaamschap. Dus dat je ze door een vermogensopvoeding en een voorbereiding goed voorbereidt op de toekomst. En hoe doe je dat? Eigenlijk bestaat het uit drie fases. Je zou in een ideale situatie je kind willen voorbereiden dat ze zelfredzaam zijn met het vermogen. En dat betekent dat ze goed besluiten kunnen nemen met het vermogen. En hoe je dat het beste kunt doen is een vermogensopvoeding geven als ouders. En de eerste fase is informeren. De tweede fase is oefenen.
En de derde fase is loslaten als ouders dan. Ja, want op dit moment, er wordt wel eens gezegd, er is ook wel eens onderzoek gedaan naar familiebedrijven. De eerste generatie die richt het op. Ja. De tweede die breidt het soms nog een beetje uit. Maar bij de derde generatie gaat het bedrijf vaak failliet. En is dus het vermogen verdampt. Ja. Is dat ook echt zo? Is dat bij vermogens ook vaak zo? Zeker. Kijk, het spreekwoord luidt opbouwen, erven, verderven in drie generaties. En wat je inderdaad ziet, en dat bedoel ik met het verantwoord erfgenaamschap, is dat ze niet worden voorbereid op de verantwoordelijkheden, maar ook de praktische, financiële, feitelijke kennis van de erven, van de erfenis, van het vermogen. Maar kun je dat eens uitleggen? Want ik weet eigenlijk niet. Ik denk dan, als je erfgenaam bent, wordt raakt. En het kan natuurlijk om een bedrijf gaan, dan snap ik dat je dat moet leiden. Hè? Maar als het vooral om geld of een huis gaat of zo, dat maakt toch niet uit. Dan laat je toch lekker op de bank staan of je belegt er een beetje mee. Maar meer werk zit daar toch niet in. Ja. Nou kijk, ik denk dat je het onderschat. Stel je voor, je hebt een achtergrond als belegger. Maar als je gewoon kijkt, stel je voor dat je geneeskunde hebt gedaan of je werkt als cameraman. Dan heb je een bepaalde achtergrond. Maar je moet op een bepaald moment dus financiële kennis en vaardigheden hebben om besluiten te kunnen nemen om goed met dat vermogen om te gaan. Concreet, stel je voor dat je onroerend goed erft, je erft een bedrijf, je erft allerlei effectenportefeuilles. Dan moet je dus beslissingen over nemen. En wat is wijsheid? Op basis waarvan ga je dan je besluiten nemen? Je kan natuurlijk inderdaad als enige erfgenaam zijn, maar je moet dan ook nog besluiten nemen met je broers of met je zussen. Dus dat betekent ook dat je moet samenwerken. En hoe ga je dan met elkaar samenwerken als je tijdens het leven daar niet op goed bent voorbereid? Ja, want het komt dus best vaak voor dat dat de erfgenamen te weinig verstand hebben van. Klopt. En dan gaan ze dan hele rare dingen doen? Dat gebeurt. Want ik weet nog heel goed, toen ik net begon met werken, was een van mijn eerste cliënten die je dan ziet. Vader, moeder en twee kinderen. En vader overleed plotseling. En wat je zag bij de erfgenaam was een zoon van mijn leeftijd. Die studeerde, die kreeg een grote erfenis. En die ging dat beleggen op de beurs. En dat ging helemaal falikant mis. En dat is dus een intelligente jongen die zijn erfenis op de beurs had belegd. En dat ging niet goed. Nee. En een ander voorbeeld is dat iemand een groot vermogen kreeg van zijn oma. En inderdaad daar spulletjes voor ging kopen, omdat het gewoon fijn vond. En achteraf zie je dat hij daar gewoon de weelde van die luxe van die erfenis niet goed aankon. Dus dat had anders gekund en anders gemogen. En maar dat is maar kun je één dan gewoon, kijk, je hebt er het geld voor. Dus kun je niet gewoon een goede financieel adviseur inschakelen die dan zegt waar je in moet investeren of beleggen? Of... Dat klopt, dat zou ik ook zeker aanraden. En nog belangrijker is dat eigenlijk om dat voor het moment van overdragen te doen. Wat je ziet is dat eigenlijk het moment van overdragen te laat begint. Dus dat de ouders last hebben van uitstelleritis. Dus uitstelgedrag. En hoe komt dat? Betekent dat dan dat ze dan nooit met de kinderen praten over het geld? Of, te weinig. Het kapitaal en wat je daarmee doet? Eigenlijk pas op het moment dat er iets gebeurt. Vaak bij ziekte of zeer. Dan roepen ze de troepen bij elkaar. En dan zeggen ze, oké, we gaan even zitten. Je weet dat papa ziek is of mama ziek is. Dit is de inkomstenbelastingaangifte. Dit zijn de jaarrekeningen. Dit hebben we opgebouwd. En ik wil zo en zo en zo. Dit is de accountant. Dit is financieel handig om te doen. Ja. En dan? Nou ja, uitbesteden zou ik zeggen. Ja, uitbesteden is goed. Maar de vraag is natuurlijk van ja, aan wie? En hoe selecteer je dan een adviseur? En wat me opviel als onderzoeker, stelden wij de vraag, tegen welke obstakels ben je aangelopen op het moment van het openvallen van die erfenis? Dat ze heel veel slechte en minder goede ervaring hadden met de adviseurs. En die zitten dan met name in dat ze onvoldoende eigenlijk bewust zijn van de situatie van de erfgenaam. Concreet, de bankier of een adviseur praat al over technische zaken. Je moet even een besluit nemen over dit. Zullen we deze aandelen aanhouden? Want het waren lievelingsaandelen van je vader. Maar jij zit met je hoofd nog heel ergens anders. Ja. Dat is een proces van de erfgenaam. Je hebt het kunnen lezen. Sommigen doen er 10 of 15 jaar over voordat ze emotioneel het vermogen hebben geaccepteerd. Dat het echt van jou is en dat ze dan ook goed besluiten kunnen nemen. Dus ze zijn het nog heel vaak niet aan toe. Ja, en hebben ze ook nooit een financiële opvoeding gehad? Dus kunnen ze helemaal niet als een adviseur iets aan je vraagt. Goh, wil je liever in deze aandelen of zit je liever in vastgoed bijvoorbeeld? Ja.
Dan weten ze niet wat ze moeten zeggen? Zeer beperkt. Je ziet inderdaad dat er weinig financiële opvoeding is omgaan met geldzaken. Nou, geldzaken, dat zeg ik al, daar doe je boodschappen mee. Met vermogenszaken, dat is dus al het andere. Dus dat is, zeg maar, zwemdiploma B. Dat is leren omgaan met vermogen, die zelfredzaamheid met vermogen. En dat is dus nog complexer. En dat vereist dus een proactieve strategie van de ouders. Ja. En dat begint bijvoorbeeld met schenkingen. En wat je ziet in het onderzoek, dat ouders, elke ouder had een schenking gedaan, of meerdere schenkingen. En wat je ziet, is dat heel veel schenkingen soms out of the blue kwamen. Dus dat de ouders zeggen, goh, je hebt me nog helemaal niet bedankt. Bedankt, hoezo? Nou, ik heb je een grote schenking gedaan. Oh, ik heb het nog helemaal niet gezien. En ook concreet inderdaad, dat ze er niks mee doen. Ja. En dat het een beetje verstoft op zo'n bankrekening. En waarom niet? En je ziet het op iets simpels als een schenking doen. Er ontbreekt uitleg. Wat mag je ermee doen? Hoe werken banken? Wat kun je ermee doen? Ze zijn bang om fouten te maken. Dus dat is gewoon lastig. Dus dan moet je tijd en energie, al dan niet met adviseurs van buiten, kun je daar gewoon een leertraject voor starten. Ja. Jullie hebben hier uitgebreid onderzoek naar dat gedaan. Klopt. Wat zijn nou eigenlijk de 3 beste tips die je zou kunnen geven bij als een familie wil beginnen met het overdragen van het geld? Ja, eigenlijk zou de eerste tip zijn, wat is de vraag achter de vraag? En wat ik daarmee bedoel is dat een jonge volwassene of een kind is al vanaf jonge leeftijd bewust van een unieke financiële situatie. En dat komt doordat het huis is net wat groter of door de vakanties of er kan net even wat meer. En ze hebben vaak vragen, of al op jonge leeftijd. En als een kind een vraag stelt, papa, zijn we rijk? Dan moet je als ouder daar serieus op ingaan. En eigenlijk zou je dus de vraag achter de vraag moeten stellen van, waarom stel je die vraag? Waar komt het vandaan? En de reden om daar op goed antwoord op te geven, is dat een kind zich bewust is. Je moet serieus antwoord geven, omdat je dan de basis legt voor het vertrouwen. Dus als je een beetje wegwuift of geen goed antwoord geeft, kan het financiële of het vermogenszaak niet boos zijn. Maar wat kan dan de vraag achter zo'n vraag zijn? Nou, het kan heel onschuldig zijn van papa, hebben meer dan anderen. En wat betekent dat dan? Dus dat ze eigenlijk een gesprekje willen voeren van over het financieel anders zijn. En dat ze daar op aangesproken zijn door de buitenwereld. En op welke leeftijd moet je daar al mee beginnen? Nou, eigenlijk als iemand 6 of 8 jaar is en stelt de vraag van papa, zijn we rijk, is dat het moment, het natuurlijke moment, dat je al een antwoord kan geven. En een klein gesprekje over kan gaan. Maar de tweede tip is eigenlijk dat de ouders, die geven natuurlijk de opvoeding, ook als een van de ouders het vermogen heeft opgebouwd of geërfd, gezamenlijk duidelijk overeenstemming moet hebben hoe ze dat, die opvoeding dan gaan doen. En wat dan die extra invloed is van dat vermogen. En dat ze daar met elkaar over praten en overeenstemming hebben. Ja, of je bijvoorbeeld extra geld aan kleding of reisjes uit mag geven, of dat je het zelf moet verdienen met je krantenwijk. Klopt, en daar zit inderdaad het dilemma. Het vermogen mag ze faciliteren, maar ze moeten ook hun eigen broek ophouden. En hoe doe je dat? Hoe ga je een beetje om met die balans? Ja. En als vader de ondernemer is en moeder regelt meer de familiezaken, hè, dat gebeurt, of andersom, dan betekent dat automatisch de ene ouder wat meer vragen heeft, omdat de andere ouder vaak weg is. Ja. Heb je nog een tip? En de laatste tip zou ik zeggen, maak het concreet. Dus start op tijd met die vermogensopvoeding. Dus informeer, ga zitten, vertel wat de herkomst is van het vermogen, waar komt het vandaan en wat mag het betekenen. Dus wat je ziet is van wat mag je nou met die erfenis doen, dat vaak in het midden wordt gelaten. Dus dat vaak impliciet. En zelfs bij oud geld, waarvan je denkt van nou die weten hoe het werkt, zie je dat het hoe je zo'n vermogensopvoeding moet doen, dat weten ze vaak ook niet. Ze doen één ding heel goed en dat is binnen je stand leven, waardoor het vermogen vaak in stand blijft. Kopen geen Porsche van. Maar je ziet dat zelfs bij oud geld, 9 van de 18, vinden het moeilijk om ze invulling te geven hoe ze dat dan doen. Nou, een mooi startpunt is het jouw boek en deze 3 tips. Ik hoop het. Dank je wel. Dank je wel, Raymond Kamp. En hij schreef het boek De Gouden Rugzak, handboek voor vermogende families. Kijk voor meer gesprekken op 7digits TV of op Twitter en like ons op Facebook. Heel graag tot de volgende keer. Dag.